Zwijp Driehoek, je contract liep nog tot 2024. Daar komt nu een jaar bij. Dat betekent dat het van beide kanten bevalt, neem ik aan. Ja, klopt. Ik heb mijn contract met een jaartje verlengd bij Excelsior. Ik ben natuurlijk super blij dat ik hier nog verder kan ontwikkelen. En voor mij was de keuze snel gemaakt. Ja, wat maakt dan dat je nu al je contract met een jaar verlengt? Nou, ik denk dat ik een goede ontwikkeling heb meegemaakt, zeg maar. Vanaf de play-offs tot nu, dat ik best wel veel wedstrijden speel. Dat was ook de bedoeling dat toen ik hier naartoe kwam. En nu komt het gewoon goed uit. Dus ik ben zeer tevreden. Ja, toen je kwam was het nog keukenkampioenendivisie, nu eredivisie. Merk je dan dat als je veel speelt dat je ontwikkeling ook sneller gaat? Ja, zeker weten. Ik denk als je je wil ontwikkelen, dan moet je gewoon zoveel mogelijk spelen. En dat doe ik nu. Dus ik bezit vol in mijn ontwikkeling. En ik denk dat ik nog veel stappen kan maken. Vandaar dat ik ook mijn contract verleng. Ja, en hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Waar ben je tevreden over en waar ben je nog minder tevreden over? Waar ik tevreden over ben, dat ik veel minuten maak dit jaar. En ook wel belangrijk ben voor het team, vooral verdedigend. En wat ik denk nog kan verbeteren is vooral het rendement. We hebben 3 afgekeurde goals heb ik gemaakt. Maar ik denk dat ik wel in mijn rendement meer goals en assists kan maken als aanvaller. En daar moet ik gewoon aan werken. Maar ik heb daar wel het vertrouwen in. Ja, nog even over je eigen ontwikkeling. Wat maakt dat je je juist bij Excelsior zo goed kunt ontwikkelen? Nou, ik denk dat wij een hele goede team hebben. Ja, staf is ook gewoon prima. En de club, je hebt niet heel veel druk, zeg maar. Je kan jezelf gewoon goed ontwikkelen zonder dat er iets in de weg zit, zeg maar. En ik denk dat iedereen gewoon jou erbij wil helpen en open staat voor ook ontwikkeling. Dus dat is wel een voordeel, zeg maar, om hier bij Excelsior een volgende stap te maken. En ook omdat wij Eredivisie spelen, is dat natuurlijk perfect om ik ben 20, dus natuurlijk kunnen nog veel stappen worden gemaakt. En ik denk dat ik daar wel voor in aanmerking kom, zeg maar. Ik kan me zo voorstellen, afgelopen vrijdag tegen Volendam gaat die bal net op de paal, dat je dan denkt, verdomme weer, net niet. Ja, klopt. Dat is wel frustrerend. Natuurlijk als aanvaller wil je scoren en belangrijk zijn voor het team. Maar ik denk dat ik dat wel verdedigend, dat ik dat heel goed oppak en gewoon mijn taak blijf uitvoeren en heel betrouwbaar ben voor het team. Dat is ook belangrijk. Ja, en hoe kijk je los van je eigen prestatie naar de prestaties van het team dit seizoen? Ik denk wel dat het oké gaat. We staan nu op 11e plek met 19 punten. Ik hoop dat we dit kunnen volhouden, zo hoog mogelijk eigenlijk eindigen. En proberen in de Eredivisie te blijven, dat is natuurlijk wel het doel. Maar daar is natuurlijk wel veel voor nodig. Maar daar zijn we allemaal bereid voor om alles voor te geven, zeg maar. Ja, juist die overwinning op Volendam was natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, zeker weten. Dat is een directe concurrent van ons. En daar moet je gewoon van winnen in eigen huis. En dat hebben we gedaan. Dus die punch hadden we hard nodig. Nou, nu je bijgetekend hebt, dan wil je natuurlijk zeker in de Eredivisie blijven. Dan moeten er in ieder geval punten gepakt gaan worden nog in de tweede seizoenshelft. Die begint woensdag tegen Utrecht en daarna tegen Ajax. Dat zijn wel twee lastige tegenstanders. Ja, klopt. Utrecht hebben we woensdag uit. Dat wordt wel een lastig duel. Maar ik denk als wij gewoon ons eigen ding doen en gewoon goed spelen, dat wij natuurlijk daar ook puntjes kunnen pakken. Ja, daar moeten we natuurlijk alles voor geven. En daar zijn wij bereid voor. Dus ik ben benieuwd naar woensdag. En zondag tegen Ajax in eigen huis. Eigen huis hebben we altijd moeilijk te verslaan. Ik denk dat wij de meeste punten ook thuis hebben gehaald. Een stuk of 15. Dus in eigen huis hebben we voor iedereen moeilijk te verslaan. Alleen kijken hoe duur ons huis hier kunnen verkopen aanstaande zondag. Ja, en als je dan toch een winnend doelpunt moet maken, dan zondag tegen Ajax? Maakt niet uit. Zondag, maandag, dinsdag maakt mij niet uit als ik maar score of assist geef. Als ik maar belangrijk ben voor het team.